lieve aardetekens. Dit keer even een gecombineerde video van jullie sterrenbeelden. Maanteken, Venus teken, ascendant. Jullie kunnen een crosswatcher zijn. Dus mocht je dus de energie bekijken van de ander waar je mee te maken hebt. Welkom allemaal. In deze video voor de aardetekens ga ik de stier, maagd en steenbok behandelen. Ik zal hier ook een linkje van neerzetten als je... Dus voor steenbok kijk, zal ik zo'n timestamp beneden in de beschrijving zetten. Hoe je dit dus, dat je gelijk door kunt zappen, om het zomaar te benoemen. We gaan dadelijk gewoon lekker beginnen. We gaan kijken wat er voor jullie als boodschap mag komen. Ik begin bij de stier. Dus mocht je stier zijn, blijf lekker gelijk kijken. Mocht je dus voor de andere tekens kijken, zap dan even door. We gaan dus beginnen met twee overal energiekaartjes. Kijk wel of deze video met je resoneert. Neem alleen het stukje wat van jou van toepassing is. Laat de rest echt lekker los. Heel belangrijk namelijk. Met bedenkwijze en tot leven komen. Er is in afgelopen herfstperiode is er bij jou iets verwisseld in jouw energiestroom. Je hebt een vernieuwde energie tot je genomen. Dat is eigenlijk wanneer jij dus een bepaalde transformatie in bent gaan zetten. 4 staat ook voor stabiliteit weer neerzetten voor jouzelf. Dus er is van alles in het energetisch veld voor jou aan de hand. Tot leven komen. Ik zie hier ook een vlinder. Je gaat weer die energiestroom laten stromen. Er zit op dit moment meer in jouw mars als dat jij zelf denkt. Ik zie hier ook die energiebol in de handen van deze persoon. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij helende handen hebt, maar hier zelf nog niet bewust van bent. Dus we gaan eens even kijken. Heel even die aan de kant. Met de tarot. Even... Je moet op kop op het schermpje meekijken. We gaan eens even kijken met de tarot wat er dan nog meer aan helderheid mag komen. Ik leg eerst de kaarten neer en dan gaan we er gewoon dieper op in. Ik voel wel heel veel... ga goed gronden. Ik voel heel veel energiestromen voor jullie stier. Ook het een beetje het gevoel dat door deze nieuwe weg die je in bent geslagen, dat je zoveel wil voelen, ervaren en dat je af en toe een beetje van zo'n pingpongbal effect hebt, zeg maar. Kun je me daarin volgen? Het voelt in ieder geval als een drukke energie, een beetje zo'n ADHD stuiterbal effect. Ja, dus zo kan ik het misschien beter verwoorden. Oké, onderkant dek, de koningin van zwaarden. Dit voelt voor mij als jouw energie. Ik wil niet zeggen dat jij als man kijkt dat dit dan niet passend is voor jou. Want iedereen bezit mannelijke en vrouwelijke energie. Dus dan kan het ook jouw energie zijn. De energie die voelbaar is, is iemand die standvast is. Die korte metten heeft gemaakt met het verleden. Bepaalde denkwijzen daarin veranderd heeft. Niet meer meegaat op de stroming van een ander. Het kan ook zijn dat je zit met de rug naar het verleden toe. Dat je echt bezig bent met wat er komen gaat en niet meer wat er geweest is. Dus ik neem deze heel even mee bij deze kaarten. Maar we gaan eens even kijken. Want wat er allemaal op tafel is gekomen. Een aantal kaarten liggen op kop. Maar voor de rest ziet het er eigenlijk heel erg mooi uit. We hebben de Shadow Side, de 10 van bekers, de 3 van bekers in de eerste rij. Dan hebben we de 4 van munten op kop. Justice, het Rad van Fortuin in de tweede rij. En in de onderste rij hebben we de 3 van staven, de 4 van staven en de Temperance kaart. Dus er speelt heel veel voor jullie.
Voor mij voelt het dat jullie een beetje nu korte metten aan het doen zijn met dat stukje schaduwzijde. Dat je nog schaduwstukken in jezelf aan het incasseren bent. Doorvoelen, oplossen, helen. Het kan innerlijk kindstukken zijn waar je mee aan de slag bent gegaan. En daardoor doorbreek jij een bepaalde blokkade die in jou heeft gezeten. En dat zien we vooral omdat deze kaart op kop komt. En doordat deze kaart op kop komt, krijg je nou die nieuwe stroming. En dat is eigenlijk weer het stukje tot leven komen wat hier ligt. Op emotioneel vlak zullen er nieuwe elementen naar je toe mogen gaan stromen. Maar ook wel dat je nieuwe inzichten gaat krijgen van, nou, dit is er allemaal aan de hand geweest. Ik heb een bepaalde denkwijze, een patroon weten te doorbreken. Ik ben hier uit die situatie kunnen komen, want ik ben er los uitgebroken. Ik heb die schaduwzijde aangekeken en ik ben ermee aan de slag gegaan. En vanuit daar krijg je heel veel op jouw pad. Het voelt voor mij dat jij een bepaalde oordeel is geweest. Niet zozeer een oordeel. Er is een nieuwe doorstart. Dus mocht jij in een relatie zitten en heeft jouw relatie even struggles gehad, doordat jij dus zelf met je eigen aan de slag bent gegaan en omdat er dus bepaalde blokkades in jou zaten, is er nu wel weer een mogelijkheid om op hoger niveau weer in verbinding te komen in die relatie waar je in zit. Vier van staven kan dus ook voor huwelijk staan. Maar het voelt voor mij dat er een nieuwe stroming is. Er is een nieuwe balans gekomen. Vooral als we ook zo gaan kijken. Ben je uit een blokkade gekomen? Heb je je balans? Heb je je keuze gemaakt om dus ervoor te vechten om die schaduwzijde aan te gaan kijken? Daarin heb je je balans gevonden. En vanuit daar krijg je dus nieuwe mogelijkheden in dat rad gezet. Er is een vooruitgang voelbaar. Ben je single, dan ga je dus eerst die overvloed in jezelf ervaren. Ga je ook weer genieten van gelijke stemden. Ga je weer in contact komen met gelijke stemden. Voel je dus ook echt wel die verbinding met een ander weer op gang komen. Omdat je dus nu de ruimte krijgt. Omdat je uit die blokkade bent gestapt. Die doorgang die kun jij heel makkelijk nu gaan maken. Want het universum reikt jou van alles aan in deze situatie. Je kunt die gevoel weer gaan ervaren. Het kan zomaar zijn dat je weer naar festivalletjes gaat. Dat je weer kunt genieten. Dat je dus nu ook merkt van dat je dus niet die hermit effect hebt. Dus dat je echt de kluizenaar, dat je in jezelf gekeerd bent. Dat je eerst met je eigen stukken aan de gang gaat. Dat je het lichtje naar binnen gaat schijnen. Daar ben je doorheen. Er is heel veel in werking gezet. Je hebt ingezien dat bepaalde stukken nodig zijn geweest om jou te mogen laten groeien. Nodig zijn geweest om die einde te krijgen aan een situatie waar je heel veel pijn en verdriet van hebt gehad. Waar je ook wel te lang aan vast hebt proberen te houden, ondanks dat je wist dat het geen vooruitgang meer zou hebben. Het voelt voor mij dat je daar een knoop in door hebt gehakt. Dat je als het oude stukken zijn wat heel veel pijn en verdriet in jouw systeem heeft laten zitten, ben jij daar nu mee aan de slag gegaan om het aan te gaan kijken. Dus je hebt dat deurtje opengetrokken van die pijnstukken. Je bent daar doorheen aan het lopen geweest. Je hebt het stap voor stap weten te helen. En vanuit daar mag je dus nu ook zeggen dat jij de zon weer mag laten stralen. Je mag die emotionele balans heb je teruggevonden. Je weet wat de reden was waarom jij een bepaalde blokkade nog in je had zitten. En daar heb jij dus heel veel van geleerd. Dus of je nou in een relatie zit, ja of nee, maakt helemaal niks uit. Voor jezelf heb je een hele mooie stroming te pakken weten te krijgen. En ben je dus gaan leven weer. Heb je een oud stuk weten af te sluiten. En dit alles omdat je dus nu anders naar een situatie bent gaan kijken. Omdat je anders in je kracht bent komen te staan. En dat dus ook doorheen bent durven gaan. Want het voelt voor mij dat er heel veel angst hebben opgespeeld in een situatie waar je mee te maken hebt gehad. En dat wil niet altijd zeggen dat dat heel pijnlijk is op dat moment als je die angst voelt. Maar je weet dat het pijnlijk gaat zijn als dat je er doorheen moet gaan. En dat is het stuk wat ik meer ervaar voor jullie. Oké, wat mag ik weten op het eerste horizontale rijtje? Aanvulling op het eerste horizontale rijtje. Mag ik daar nog... Deze moet ik meenemen, oké. We hebben de magier,
En we hebben de Emperor. Oké. Dus je bent wel aan het manifesteren. Je bent aan het manifesteren dat die nieuwe cyclus voor jou mogelijk is. Dat het laatste oordeel geveld is. Dat je die hartzeer oplost en vanuit daar alle tools weer in handen hebt. En dus ook echt naar een nieuw gelukkig plekje mag gaan. Er zit heel veel vooruitgang in jouw energie. En daar mag je echt rete trots op zijn. En vanuit daar zul jij echt wel die stabiliteit neer kunnen zetten. Die kracht neer kunnen zetten. Wat mag ik weten over het tweede rijtje? Ja, je hebt heel lang vast blijven houden aan die pijnstukken. En dat je dus ook echt niet ermee aan de slag wilde gaan. En doordat je dus nu deze situatie om hebt weten te buigen, heb je dus wel een vooruitgang kunnen boeken. En daarom is die balans in jouzelf weer terug kunnen komen. En dan heb je dus ook niet meer die soort verloochening aan jezelf, waar je mee te maken hebt gehad. Want je bent je eigen best wel lang voor de gek aan het houden geweest. In deze hele situatie. Meer ook het denken van, ik heb het al opgelost, het zit er niet. Een beetje struisvogelpolitiek toepassen. En dan kom je een heel eind. Maar nu ben je in gaan zien dat die denkwijze niet de juiste was. En dat je hier juist de schakelaar van om hebt mogen zetten. Om die knoop door te hakken. Om ermee aan de slag te gaan. En het is een pittig proces als je er doorheen moet. Maar uiteindelijk krijg je wel al die tools weer in jouw schoot geworpen. Dat jij die energie weer mag optimaliseren. Die stabiliteit voor jezelf weer neer mag gaan zetten. En dat je hier ook krachtig in bent. En dat je jezelf hervindt hierin. Mag ik nog een kaart bij de koningin van munten? Ja, en toch is er nog iets wat jou tegenhoudt om ook echt die nieuwe loyaliteit aan jezelf door te pakken. Je bent een beetje te veel in afwachting. Je gaat afwachten van het komt vanzelf al naar me toe. Maar niks is minder waar. Want als jij het laatste stukje niet aan gaat kijken. En als we dan zo gaan kijken dat er misschien toch nog, ondanks dat je al hard aan de slag aan het gaan bent met je pijnstukken, nog een klein stukje aangekeken mag worden. En dat heeft nog met hartzeer, met verdriet te maken uit een eerder moment. En dat kan ook echt uit een vorig leven zijn. Maar vanuit daar ga je wel weer in je nieuwe kracht staan. Dan pas kun je nieuwe stromingen naar je toe gaan halen. En kun jij zelf gaan groeien. En het zijn babystapjes wat je maakt. Maar uiteindelijk groei jij wel weer naar de koningin van bekers. Die emotionele balans gaat weer terugkomen in jouw systeem. En dat is het stukje. Hier sta je nog aan de rand van dat nieuwe stukje. Je hebt wel al een nieuwe stabiliteit voor jezelf neergezet. In de situatie of je nou in een relatie zit, ja of nee. Dit voelt meer als een ontwikkeling in jouzelf. Maar je gaat dit laatste stukje, als je dit laatste stukje gaat doorvoelen, zul je dus echt wel op emotioneel vlak nieuwe elementen naar je toe kunnen halen. En alhoewel dit voor jou echt een hele nieuwe stroming is waar je in mag gaan groeien. En voor mij voelt dit als een stroming dat je op emotioneel vlak opener zult gaan zijn. Dat je nieuwe inzichten gaat krijgen. Dat je een hele vernieuwde kant van jezelf gaat ontdekken. Dan pas kun je dus ook echt daadwerkelijk weer in die kracht komen te staan. Waar jij zelf naartoe gaat. En dan pas zul jij ook voor een ander persoon er open voor kunnen staan om weer die liefdevolle verbinding aan te gaan. Dus mocht jij in een relatie zitten, dan kun je dus dan pas echt voor die persoon die stabiliteit weer gaan bieden. Omdat je dan de balans in jezelf hebt gevonden. Je hebt de pijnstukken doorvoeld. Mocht je dus single zijn, dan geldt dit voor jou precies hetzelfde. Dan geldt dit ook zo op deze manier. En dat zal dan wel een nieuwe doorstart kunnen komen. Maar vanuit nu is het dus belangrijk nog wel even naar die pijnstukken te gaan kijken. Maar we pakken nog als laatste één engelenkaart als afsluiting voor jullie reading, lieve stier. Dan ga ik dadelijk verder met de maagd. We hebben ingetogenheid. Engelen van bescheidenheid. Hou je in. Het is tijd om ingetogen te zijn en tot succes te komen. En dat is een beetje
Die energie wat ik in het begin van de reading voelde. Een beetje die stuiterbal effect. Van oké, ik heb nu die nieuwe weg gevonden. Ik weet waar ik naartoe ga. Probeer dat gevoel, die ADHD prikkels een beetje te temperen. En vanuit daar zul je veel meer succes gaan behalen. Dus mocht jij het gevoel hebben dat die energie heel heftig is in jouw systeem. Probeer goed te gronden. Ga even terug naar de basis. Ga mediteren. Dan zul je merken dat een bepaalde stroming veel makkelijker voor jou voortgezet kan gaan worden. Dus lieve Ram, voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Wil je door blijven kijken voor de... Of een ram, ik zeg ram, een stier bedoel ik natuurlijk. Excuses daarvoor. Wil je doorkijken naar de maagd? Blijf vooral lekker kijken. En anders bedank ik jullie voor het kijken en tot de volgende video. En dan zien jullie mij zo terug bij de maagdreading. Hallo lieve maagd, welkom bij jullie bonusreading voor deze maand. Dus we gaan eens even kijken wat we aan boodschappen door jullie... Ik kom niet eens uit mijn woorden. Wat voor boodschappen we door mogen krijgen voor jullie. We beginnen met twee overal energiekaartjes. En vanuit daar gaan we lekker de diepte in. We zitten echt wel in een vernieuwde stroming, voel ik voor velen van jullie. Jullie zijn niet de eerste reading die ik opneem vandaag. Dus... Er zit echt een nieuwe element in jouw systeem. We hebben natuurlijk ook het eclipsseizoen wat is begonnen. 30 april hadden we natuurlijk de nieuwe maan met een gedeeltelijke zonsverduistering. Dus er is echt van alles in de energie voelbaar. Dus we gaan eens even kijken. We hebben twee keer een kaart 9. Dus er is nog wel iets nodig om een situatie af te gaan ronden. Maar van de andere kant... ben jij ook wel meer op jouw plek aan het komen. En een bepaalde emotionele stroming krijg jij steeds meer helder en meer in zicht waar het naartoe mag gaan voor jou. Je hebt heel veel wijsheden in je zitten, maar het is wel echt de tijd nu om uit die kluizenaarsmodus te komen. Je mag de deur weer open gaan zetten en je mag de wereld weer in gaan stappen. En het voelt voor mij dat jij een hele periode hebt gehad dat je heel erg... naar binnen bent gekeerd om bepaalde stukken aan te gaan kijken in jouzelf. Maar het is nu tijd om weer verder te mogen gaan groeien. En uit die slaapstand, die ruststand te gaan komen. Dus we gaan eens even kijken wat er nog meer op tafel mag komen. Ik leg eerst de kaarten neer en vanuit daar gaan we verder. Nou, die komen er mooi samen uit. Ze komen alle twee op kop. Dus ik ben benieuwd. Nou, de kaarten willen in ieder geval spreken. Oké. Onderkant dek, de doodkaart. Dus we gaan eens even kijken wat er voor jou getransformeerd is. Oké. Kaarten die op kop liggen zijn eigenlijk omgekeerd hele mooie kaarten. Er is in ieder geval een karmisch stukje wat geen vooruitgang meer biedt, waar jij dus mee te maken hebt gehad. De koning van bekers komt op kop. Dus het is, het wil niet zeggen dat een man is, of het kan ook vrouw zijn, in ieder geval mannelijke energie.
Het voelt voor mij in de rest geen doorstroom meer, omdat er geen balans was. En nu heb jij eigenlijk de handen in elkaar geslagen om vanuit die goddelijke energie te gaan voelen en te leven. En vanuit daar weet jij nu dat er een patroon doorbroken moest gaan worden. Deze persoon heeft jou heel erg tegengehouden in jouw groei. Dat zie ik voornamelijk in dat de hoge priesteres en de magier op kop hier zijn gekomen. Deze persoon heeft ervoor gezorgd dat jij dus niet in jouw kracht kon komen te staan. Maar doordat jij nu die karma aan het incasseren bent geweest, in bent gaan zien van oké, die verbinding of connectie waar ik mee te maken heb gehad, was onzuiver. En heeft er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat er een bepaalde transformatie in mezelf niet doorgestroomd kon worden. En dat is ook een beetje die kluizenaarsmodus wat ik hier voel. Je houdt vast aan een verbinding waar geen toekomst in zit, terwijl je alle wijsheden hebt om dit te beëindigen. Daarom ligt hier ook die doodkaart. Er is een einde gekomen. En dat wil niet zeggen dat dat nu al is geweest. Maar het voelt voor mij dat grotendeels van jullie die einde al hebben gehad. Een soort torenmoment. Vanuit het universum zijn ze met jou aan het communiceren. En ze zijn aan het communiceren over hoe jij hier weer doorheen kunt komen. Hoe jij dus weer die kracht kunt optimaliseren om wel weer die balans te vinden en weer die oneindige infinity teken in jouzelf weer te herstellen. Hier zien we ook die infinity teken. Dus er is iets aan de hand waardoor jij dus nu een bepaald patroon hebt weten te doorbreken. En dan is het aan jou hoe jij hiermee aan de slag gaat. Dat je daar toch echt wel iets mee gaat doen. Maar daarvoor is het belangrijk uit die kluizenaarspositie te gaan komen. Daadwerkelijk ook echt die energie erin te gaan zetten. Want je hebt wel heel veel potentie hier liggen waar het naartoe zou kunnen gaan. De 9 van bekers ligt in de kern. Kan ook de kaart zijn van wensvervulling. Dat je dus weer in je kracht gaat staan. Wensvervulling in de zin van dat er iemand wel weer naar je toe gaat komen. Ga niet dezelfde persoon weer manifesteren. Daarom ligt hier ook die magier op kop. Als jij te veel met deze persoon nog in je hoofd zit, zal hier niet de juiste persoon naar jou toe gaan komen. Als ik zo ga kijken, heb je dus wel een vooruitgang. Ga je dit wel doorlopen? Het voelt voor mij als een energie die jij meedraagt van een ander. Dus dit is niet jouw energie die jou hierin blokkeert. Want als jij zelf die deur weer open gaat zetten en dat pad gaat bewandelen, zul jij hier makkelijk doorheen kunnen komen. Want je hebt heel veel kracht en potentie in jezelf zitten. Kan te maken hebben dat je hier met een kreeft te maken hebt. Soulmate verbinding, diepe connectie ligt hier. De persoon, het voelt voor mij dat jij in die periode dat je dus in die kluizenaarspositie zat, heb je heel veel inzichten gekregen. En die inzichten heb je verkregen op het stukje dat je eigenlijk al heel veel tot je hebt genomen en dat je eigenlijk al heel veel geluk in je eigen hebt gevonden. Maar dat je eigenlijk het geluk buiten jezelf bent gaan zoeken, terwijl dat niet voor jou in dit levensdeel van belang was. Het is in belang om eerst die union in jezelf te gaan creëren en vanuit daar voor te gaan zetten. Hier ben je er met eerlijkheid naar gaan kijken en je hebt echt wel een bepaalde knoop doorgehakt over die verbinding die hier ligt. Dat wil niet zeggen dat het een relatie op liefdesvlak is geweest. Het kan ook werk zijn. Het kan vriendschap zijn. Het kan met personen uit jouw familiaire gedeelte zijn. Dus er is iets in ieder geval gaande. Wil ook niet zeggen dat dit nu te maken heeft dat je nu pas uit de situatie bent gestapt. Kan ook al veel eerder zijn gebeurd. Maar dat op energetisch niveau dat je de restjes op aan het schonen bent geweest. Dat je daar werk aan hebt je tijd en energie aan hebt gespendeerd. Maar je zit wel in je bubbel. Voor mijn gevoel is het wel zo belangrijk dat je op dit moment uit die bubbel gaat stappen. Want alleen dan zul jij een nieuwe vooruitgang kunnen gaan krijgen. Anders blijf je weer in die oude situatie hangen. En dat is iets wat je volgens mij niet meer zou willen. Maar we gaan eens even verder kijken met de andere tarot erbij. Wat we nog verder mogen weten van jullie lieve maagd. Andere kaart van een ander deck zit ertussen. Kan te maken hebben dat er een derde partij in beeld is geweest waardoor er dat karmische stuk mee heeft gespeeld. Want ik moet het hierbij leggen. Ja. We hebben de 3 van munten, maar ook de 8
van zwaar erbij. Acht van zwaarder staat ook wel voor dat je je eigen vasthoudt in een situatie waar je gewoon uit kunt stappen. En dat is het stukje wat hier ligt. Je kunt eraan gaan werken. Je kunt die lessen eruit halen en energie stoppen in jouw vooruitgang, in jouw eigen ik. Maar van de een of andere manier hou jij te veel vast aan nog een verbinding. En dat kan zijn waardoor jij dus niet loskomt uit die situatie. Dus die wensvervulling voor jou kan alleen gaan optimaliseren als je dus ook echt daadwerkelijk je knoop door blijft hakken. Eerlijk bent naar jezelf, door die union in jezelf gaat hervinden. Want dat is het stukje wat ik hier zie. Voelt niet dat er hier in één keer een soulmate naar je toe komt of whatever. Het is echt jouw eigen energie. We hebben hier de Place of Swords. Dit is een extra kaart in dit deck. Voor mij, ik lees ze intuïtief, dus jullie weten dat ik dat doe. Als ik hier ga kijken naar de paleis van zwaarden, krijg ik de vier van zwaarden als verklaring erbij. De vier van zwaarden voelt voor mij ook als helende kaart. Wat je hier dus hebt, een beetje van, ik voel me thuis, het fijnste in mijn bubbel, ben ik mijn heling aan het doen. Ben ik die vooruitgang aan het creëren. Maar van de andere kant zul jij niet vooruit gaan als je niet luistert naar jouw hogere zelf. Die passie zul jij niet gaan vinden als je stil blijft staan. Want het is nu echt tijd om door te pakken. Want je hoeft niet meer vast te zitten in die bubbel. Je mag verder. En eigenlijk is het meer, je moet verder. Want anders zul jij alleen maar vast blijven houden aan een situatie waar jij niet verder gaat komen. We krijgen de koning van bekers. Met de doodkaart er als bevestiging bij. We hadden hier natuurlijk ook al de koning van bekers op kop liggen. Die persoon gaat weer met jou communiceren. Die gaat erover communiceren waarom er een eind is gekomen aan die situatie tussen jullie. We hebben hier dubbele kaarten. Hier ook al de doodkaart. Toxische persoon. Iemand die zich anders voordoet als dat die is. Met de verklaring ook nog de vijf van munten. Dus het is een onzuivere situatie. Probeer er dus niet aan vast te zitten. Ga naar het licht. Ga groeien. Want dan zal pas echt die situatie beëindigd kunnen worden. En kun je het echt af gaan sluiten. Dan pas kun jij die vrijheid gaan ervaren in jezelf. Maar daarvoor is het belangrijk wel trouw te blijven aan jezelf. En ook daadwerkelijk lef te hebben om in het diepe te springen. Er is iets wat jou weerhoudt. En dat heeft te maken ook weer met jouw kracht. Dat je die niet optimaliserend gebruikt. We krijgen echt heel veel bevestigingen van het universele. Dus het is heel belangrijk ernaar te gaan luisteren. Als uitkomst krijgen we de aas van bekers. Voor mij voelt het zo dat jij, als jij die union in jezelf gaat vinden, dan pas krijg je op emotioneel liefdesvlak een nieuwe handreiking. Dus er kunnen pas mogelijkheden gaan komen als je echt jouw kracht in de juiste, zuiverste, puurste vorm gaat gebruiken. En vanuit daar daadwerkelijk het lef hebt om ook in het diepe te springen. Het oude volledig af te gaan ronden. Het karmische stukje met deze persoon wat hier ligt. Deze persoon gaat dus wel weer communiceren, maar vanuit het goddelijke energie stroomt er ook een boodschappen naar jou toe waar je daar juist naar mag luisteren. Dus niet naar de boodschappen die deze persoon weer zou willen gaan sturen. Dus er is voor jullie maat veel aan de hand. We gaan nog als afsluiter een engelenkaart pakken. En dan ben ik benieuwd of dat dit jouw video is, ja of nee. Je mag altijd een berichtje of een like achterlaten. En laat ook weten of je het zo fijn vindt als ik het per teken doe. Een aardeteken, vuur of lucht, watertekens. Voor mij is dit iets makkelijker om het per categorie te doen. Maar ik wil ook graag jullie input horen wat jullie daarvan vinden. We hebben kansen, engelen van inspiratie. Wij brengen je nieuwe ideeën en inspiratie. Geef gehoor aan deze inspiratie. Ze willen met jou communiceren. Dus luister ernaar.
Lieve Maart, voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Wil je nog de steenbok bekijken? Blijf gewoon lekker hangen op dit kanaal. Anders wil ik jullie bedanken en dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Nu ga ik verder met de stier. Hallo lieve steenbok, welkom bij jullie bonusreading voor deze maand. We gaan even kijken wat er voor jullie op tafel mag komen. Mocht de reading niet met je resoneren, kijk dan echt even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Ben je hier omdat jij met iemand in verbinding staat met dit sterrenbeeld? Kijk dan even welke energiestroom voor jou van toepassing is of voor de ander. Want daar kan natuurlijk dan een verschuiving in zitten. Maar we gaan eens even... Ik wilde zeggen, we gaan beginnen, maar nou, ze vliegen er al uit. Oké, ik moet deze hierbij leggen. Oké. We hebben schoonmaken op kop, we hebben opvoeding en we hebben vliegen. Je bent aan het stijgen in frequentie en dat houdt ook in dat je een bepaalde schoonmaak in jouw energetisch systeem aan het verwezenlijken bent. En dat kan te maken hebben met bepaalde patronen die in jouw systeem vast zijn gezet. Kunnen innerlijke kindstukken zijn, wat te maken heeft dus ook misschien wel met een opvoeding of een bepaalde situatie in jouw jeugd. Er zijn heel veel nieuwe helderheden die tot je zijn gekomen. En we hebben natuurlijk weer het voorjaarsperiode. We hebben de bloesems weer aan de bomen. En het voelt voor mij ook echt dat jij nu weer mag gaan opstijgen en mag gaan stralen. Dat je die duisternis achter je laat. Dat je die nieuwe inzichten gaat krijgen. Ik weet niet waar reiger voor staat. Dus mocht je daar een herkenning in zien en met een bericht of boodschap erachter, laat vooral ook beneden in de comments even weten wat het spirituele boodschap van een reiger is. Want dat valt me wel heel erg op. Die schoonmaken ben je echt al een tijdje mee bezig geweest. Daar ben je eigenlijk vorig jaar mee begonnen. Herfstperiode, winterperiode. En nu is het voorjaar en nu is het klaar. Je hebt die schoonmaak voltooid. Er zijn nog wel wat elementen waar ik mijn twijfels over heb. En dat is een beetje het stukje gronden in jezelf. Want het voelt voor mij dat je hier best wel een nieuwe stroming hebt gevonden. Dat je echt wel een nieuwe energie denkt te hebben gevonden voor jezelf. Ook waar je je eigen prettig bij voelt. Maar het voelt voor mij ook dat het een beetje naar de zweverige toe aan het gaan is. Dus goed gronden is echt heel belangrijk. Je bent zelf een aarde-element, dus het gronden is van essentieel belang, eigenlijk voor iedereen, maar voor jou op dit moment heel even nog meer. Een beetje zo'n roze wolk effect krijgen. Omdat je nu een nieuwe inzicht hebt gekregen. Je hebt een doorbraak gecreëerd in jouw systeem. En vanuit daar ben je nu verder aan het fladderen. Maar probeer ook te zien dat het ook van die Fata Morgana effecten zou kunnen hebben. Geen idee waarom ik dit moet zeggen, maar het is voor iemand van belang dat hij of zij dit hoort. Maar we gaan eens even verder kijken. Voor jullie lieve steenbok. Waar dit naartoe mag gaan. Wat we nog verder op tafel mogen krijgen. Ik begin dadelijk met de kaarten gewoon neer te leggen. En als ze allemaal liggen, dan gaan we er dieper op in. Leg ze even op kop. Om het gewoon lekker spannend te houden. Nou, er zijn er wel verschillende. Maar ze komen met z'n drieën er zo mooi uit. Dus dan zullen ze wel als boodschap zo met z'n drieën moeten. Laatste. Oké. Onderkant dek. Het Rad van Fortuin. Dus dat belooft in ieder geval veel goeds.
Maar we zullen eens even gaan kijken. We hebben hier toch wel wat kaarten. Maar zo te zien valt dat allemaal wel mee. Nou, valt eigenlijk allemaal wel mee. We hebben de 6 van staven. We hebben de koning van bekers op de eerste rij. We hebben de 5 van bekers, de temperance kaart en de 2 van staven. Het kan te maken hebben, wat ik hier al zei, je bent flink aan de slag gegaan. Dat zie ik hier ook echt wel voor me. Daar zit een succesverhaal achter. Je bent vooruit aan het gaan. Je bent een nieuwe energiestroom in aan het zetten. En je weet nog niet waar het naartoe gaat. En toch blijf je dat pad bewandelen. En dat is helemaal goed, hè. Maar ik zie ook wel dat er toch nog wel wat... Ja, dan gaat iemand in ieder geval op jouw pad komen die nog best een ballast met zich meedraagt. Die wel echt als een vernieuwde energie, dus het is een nieuw persoon, naar jou toe zou willen komen. Maar deze persoon heeft nog niet aan zijn eigen stukken gewerkt. Man, vrouw, maakt helemaal niks uit. Het is in ieder geval een mannelijke energie. Voor mij voelt het dat jij zelf de koning van bekers bent qua energiestroom. Ook daar geldt, man of vrouw, maakt niks uit. Ben je als man aan het kijken, dan is het jouw energie. Ben je als vrouw aan het kijken, is het ook jouw energie. Je staat in ieder geval op een plek waar je veel vooruitgang hebt geboekt. En doordat jij nu die succes aan het boeken bent, krijg je dus ook mensen mee in die stroming. Maar omdat je niet goed gegrond bent, krijg je ook weer lessen op je pad. En daarin is het dus belangrijk om je balans weer terug te vinden. Om je kracht weer te vinden. En om daadwerkelijk ook echt het stuk wat je hier hebt geleerd, korte metten mee te maken. En dat is het stukje wat ik hier voel. Ga je erin mee als iemand jou een handreiking gaat doen, maar die dus nog niet op jouw level zit? En qua level bedoel ik dan... iemand die dus echt in het 3D blijft hangen, dus met zijn rugzak overladen vol naar je toe wil komen, anders voordoet als dat die is, die dus niet aan zichzelf wil werken. Man, vrouw, maakt dus niks uit. Kan een persoon zijn die dus jou al een beetje in de gaten aan het houden is, omdat jij dus die vernieuwde stroming aan het creëren bent. Je hebt veel pijn en verdriet gehad. Hier ben je dus flink mee aan de slag gegaan. Je hebt je balans daarin weten te vinden. Maar toch voelt het voor mij een beetje als dat je op moet letten voor je balans te behouden. Dus ook echt goed gronden. We gaan er dadelijk eens even verder op in wat dit betekent, wat hier ligt. Op liefdesvlak of verbinding, connectie. Jij bent in ieder geval heel erg hard vooruit aan het gaan. En dat zie ik hier ook echt wel met het Rad van Fortuin. Je krijgt dus wel weer een les op je pad. Maar dan is het aan jou om daar een bepaalde keuze in te maken. Een bepaalde stabiliteit neer te zetten en te behouden. Je hebt eigenlijk alles al in jouw bezit om die stabiliteit neer te zetten. En je hebt er zelf wel al hard aan gewerkt. En dat is wat ik voel. De persoon die op jouw pad gaat komen, die staat nog heel erg in het aardse stuk. Die zit echt in het 3D effect. En jij bent aan het groeien naar die 5D of zelfs hoger. Maar dan merk je ook dat er een levelverschil voor het is. Dat er een bepaalde frequentie niet meer klopt. Wat voor jou niet meer passend is. En het is dus belangrijk om daar dan niet in mee te gaan. Ondanks dat je denkt van, oh ja, het kan wel weer. Of ik heb mijn stukken doorvoeld en het is goed. Maar jij bent ook zo gevoelig aan het worden voor energie van anderen. En je, door je hoogsensitiviteit of intuïtiviteit die aan het optimaliseren is. Ik moet boeren, dus dat moet echt van, je mag loslaten. Laat die persoon los. Ik ben helemaal mijn zin kwijt. Dat maakt het niet uit. Het zal duidelijk zijn voor jullie. Ja, het is eigenlijk het idee van je mag dat vergeten. Daar hoef je niet op in te gaan. Het is goed. Het is klaar. Je mag je eigen pad bewandelen. We hebben de 10 van munten. Dus het kaarsje gaat uit.
dit hoef je niet in mee te gaan. Dat dooft vanzelf als je het geen aandacht geeft. Oké, we hebben de 10 van munten na in de uitkomst. Dus als we dan gaan kijken met de 9 van munten, kun je dus een nieuw succes gaan krijgen na de 10 van munten toe. De gehangende op kop. Dus je hebt alle inzichten al verkregen. En hier mag je dus nou ook iets mee gaan doen. Je hoeft dus niet meer in die verdrietig stuk te blijven hangen. Want dat heb je dus geheeld toen je in die gehangende positie zat. Dus daar heb je echt wel een vooruitgang in gekregen. En vanuit daar krijg je dus de mogelijkheid vanuit het universele om een nieuwe situatie, een nieuwe cyclus in te gaan zetten. Oké, wat mogen we nog meer weten? De hermit op kop. Ja, wat ik al zeg, je hoeft niet meer in die situatie te blijven hangen. Je hebt nu die stukken doorvoeld. Je weet waar je naartoe mag. Je hebt die inzichten verkregen en je mag dus nu die succes ook voort gaan zetten. In het midden van de legging komt het rad van fortuin. Dus het wiel. Dus je gaat er echt een mooie stroming tegemoet. En daar mag je heel trots op zijn, want dat heb je zelf gecreëerd. Je bent nu zelf die energiestroom zo aan het optimaliseren, doordat je dus een bepaald patroon doorbroken hebt. 9 van bekers, dus die overvloed gaat komen. Het voelt wel als dat je in eerste instantie gewoon echt blij bent met jezelf. Die happy single, blij met je plekje waar je zit. Weet waar je naartoe aan het gaan bent. Trots bent op jezelf. De duivel komt op kop, dus je hebt echt oude patronen weten te doorbreken. Je hebt die karma doorvoeld. Maar toch kan er innerlijk af en toe nog onrust komen. En die onrust heeft te maken met dat jij nog niet helemaal naar dat rustigere vaarwater bent gegaan. Dat is ook het stukje wat ik hier bedoel. Je mag echt gaan gronden. En vanuit daar zul jij die nieuwe energie in jezelf kunnen gaan krijgen. Het voelt voor mij dat jij een beetje op die roze wolk zit, wat ik al eerder zei. Dat je dan af en toe weer even afgetrapt kan worden met de les. En alhoewel je weet van ik heb dit doorvoeld. Ik ben op een punt gekomen dat ik het me niet meer laat overroelen. Ik heb die stukken doorvoeld met waar ik doorheen mag. En toch zul jij een bepaalde strijd nog voelbaar krijgen. En dat kan als les zijn dat iemand op jouw pad gaat komen. Iemand die dus nog niet naar dat rustigere vaarwater ingegaan is. Dat kan te maken hebben met die persoon die hier beneden ligt. Die kan onrust gaan creëren bij jou weer. En daar is het belangrijk in om boven te staan. Om voor jezelf te kiezen. En alhoewel dit voor jou spannend is om voor jezelf te kiezen. En dit een hele nieuwe energiestroom is. Gaat het jou wel lukken. Want als ik zie hoe jij hier aan het groeien bent. Aan het stijgen bent. Nieuwe inzichten aan het verkrijgen bent. Mag je rete trots op jezelf zijn. Voor hetgeen wat je tot nu toe al bereikt hebt. Dus als dit jouw reading is, lieve steenbok, dan heb jij zoveel potentie in jou zitten. En mag je er nu ook echt iets mee gaan doen. Dus blijf niet vastzitten, ga goed gronden. Ga niet in dat zweverige gedoe mee. Maar door goed te gronden zul jij jezelf hierin niet verliezen. Want ga je je niet goed gronden, zul jij weer bepaalde stukken terugkrijgen op je pad om te gaan leren. Ik wil als laatste nog 1 engelenkaart voor jullie trekken om te kijken wat er voor boodschap nog extra mag komen. We hebben bevestiging. Engelen van wijsheid. Je merkt dat je toe bent aan verandering, maar je zoekt bevestiging. Wij helpen je met vertrouwen te kiezen. En dat is ook het stukje wat ik zei, hè? Want er zitten wat elementen in jouw systeem, waardoor jij wel aan het stijgen bent in die frequentie. En je bent ook echt wel dat onzichtbare pad aan het bewandelen. Maar van de andere kant zoek je ook wel weer een bepaalde zekerheid. Het tastbare. Dat zul je niet krijgen. Je krijgt dan wel weer lessen op je pad om het tastbaar te maken. Van heb ik er iets van geleerd? Oké, ik heb er iets van geleerd. Ik sta erboven. Ik laat het niet meer toe. En dat is jouw bevestiging. Dus mocht dat zo voor jou voelen, er komen op heel veel vlakken bevestigingen naar je toe. Alleen het is aan jou om je ogen te openen om het ook daadwerkelijk in te gaan zien, lieve steenbok.
Voor nu sluit ik hier af met jullie reading. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Laat vooral een comment achter of een like als dit jouw video was. Mocht het niet jouw video zijn, kijk dan vooral bij je maanteken, venusteken of ascendant. Het linkje staat beneden in de beschrijving hoe je dit kunt uitrekenen. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!